Trekker Trek, aanstaande zaterdag. We gaan de trekker op dit moment ophalen. Hier staat hij in de schuur. Maar wat voor trekker is het? Ik ben heel benieuwd. Het is hier hartstikke donker. Daar is hem. Trekker van Rolf Westers. Zelf heeft hij er twee. Ja, één ervan door mag ik op en dat is die. Dus we gaan het beleven, jongens. Dit is het voorspel. We begonnen in de gewichten eraan hangen, stijgerbegrenzer. En dan rijden we hem naar Suzanne. En dan gaan we er zaterdag mee los. Dus we gaan nu dus nog even de hefwarm eraan. Gewicht hem erop, hoe ligt die ding? En dan riep met die handen. En dan gewoon aan de gas geven, niet? Dan riep met die handen. Dat is niet standaard bij een wedstrijd, hoor. Toch eens een kijken hoe dat er allemaal uit zit, op het in de cabine. Hoe zit je nou? Met stuur tussen de benen. Hydraulieks. Versneld, is back. Let's go! Misschien eerst. Nou, ik heb het een beetje warm mee. Ik doe één of twee later aan. Rissa! Nou, wat maar. Ik sta op de wegenbrug en nou is het heel spannend hoeveel we wegen op dit moment. Nou. Veel spijt eerst. Goede nieuws of slechte nieuws? Het slechte nieuws. Het gaat wel leuk. Het slechte nieuws is dus hij is nu 100 kilo te zwaar. Zit maar nou al 100 kilo erover? Ja. Oké. Okay. 5600. Exact 5600. Ja. En we zitten in de 5500 klasse, dus ja. Ja, dus helemaal even kijken wat we gaan doen. Dus, maar goed.
100 kilo, dat zit door te veel voor op. Dus we kennen wat heen en weer. Ja, en er kunnen nog twee gewichten en het middengewicht kan er ook nog aan. Ja, we lopen er even in. Kom maar met deze gewichten, deze zijgewichten, die kleintjes, die ben voor mij 32 of 37 kilo. Ja, als deze alle drie er al zijn, dan ben we 100 kilo kwijt. Meer. Dit middengewicht, dat weegt denk ik al 60 kilo. Dat is een zware jongen. En dit ding? Nou, maar let maar op, als je straks dit rietje er al was, ja? En achter die stijgerbegrenzing toestand die je trekhoek eraan hangt, zitten we er weer precies op. Dat is ook een beetje hier. Ja, zo zwaar is het ook niet. Ik denk dat als wij dit eraf halen, dat je nog een paar gewichten zou trokken hebben. Ja, die nemen we dan gewoon met die we eraf in kunnen halen. Maar ik ook zeker van een gaatmalkje voor tussen. Hangen we daar gewichten in, dan kunnen wij later nog spelen. Ja, dat kan. Nou, gaan we nou richting Zuid-Horden. Trekken verder klaarmaken. Mooi trekken toch? Ah, dit wordt wel wat. Jawel. Hier was ooit eens TT Niezijl. Daar gaan we dit jaar niet naartoe. We gaan naar Sebaldeburen. www.stress.nl voor meer informatie. Maar dit was TT Niezijl. Nou, we zijn er. Einde van de donderdagavond. Aanstaande zaterdag gaan we dus los. En dan plakken we de magneetstickers erop. Zal we hem één erop plakken voor de leuk? Show, dan weet je hoe het liet, hè? Ja. Hier heb ik een stuk of wat van bij me. Haha. Stond idee. Dat stond een idee? Ja. Denk ik nog wel een stuk of 5-6 al, hè? Ja, bijvoorbeeld. Door één, hier kan één. Die naam ligt er net een loonwerker strekken, hè? Zo. Oh jongens, we gaan gewoon zien welke kant het publiek staat en dan gewoon die kant doen we vol met stickers. Een stickerbom. Ja, en de startnummers doen we er zo dag op. Nou, dan doen we straks nog even de stijgerbegrenzer en dan is het prima. Dus op naar zaterdag, ga schep. Kijk naar wat hij doet. Ja, kom goed. Ja, ik heb niet veel. We zijn er. Op de bonen. Hij is kloor. Tieners. Ja. Mooi. Mooi. Zin in? Ja man. Ja. Wie is hier nog meer? Nee! Ja, echt? Jazeker! Goeiedag! Mooi, hem. Goeiedag! Ja, goeiedag, hem. 21-10 in de huis. 21-10 erop. Nou, we hebben de stickers erop zet. We gaan kijken wanneer we aan de gang moeten. Dan doen we eerst even met andere filmpjes, denk ik, van wat trekkers. En dan gaan wij aan de gang. Ja, diep interview, hè? Een heel diepgaand interview met Emu zelf. Nou ja, ik ben niet zenuwachtig, nee. Komt helemaal goed, ik heb Karmic bij me, dat scheelt al de helft natuurlijk. Dus 50 meter halen we sowieso. Ko moet me natuurlijk niet roodvlakken als ik de 40 meter erbij ben. Nou, beste kijkers, het is zover. De groene vlag wordt gezwaaid voor Emu's. Daar komt hij aan. 79-69 voor de Explorer op de andere kant. Met een pittige afstelling, een zware baan. Dat is in Nederland de zeker is voor de sport 4,5. En aan deze kant de 10-46. Gastrijden,
Peter Edenhuis om de schermen op zoek naar de 94-14 sprint. Kijken naar de baan. Waarom die rijden. En dan weinig lucht in de achterbandjes. Het rubber krult mooi op de velgen, zoals we dat dan zeggen. En hoe ver gaat hem dat brengen? 72 meter en 84 centimeter. Daarmee plaats 7 op dit moment. De Supersport 4,5 ton. Weet je dat? Hey Ted, Sonny gaat naar aan het. Nou jongens, daar was hem. De trekkervlag, Sebaldeburen. Ik ben de stand. Ik ben 13e geworden van de 22 deelnemers. Ik ben er zeer, zeer tevreden over. Trekker deed het prima. Hij begon lekker te slippen op een duur. Fantastisch. Verder ook een prachtige dag gehad met veel bekenden ook tegengekomen. Kijkers tegengekomen, fans tegengekomen. Veel mensen gepraat. Hartstikke leuke dag gehad. Vond je dit ook een leuke video? Druk dan eenmaal op een duim. En dan hoop ik snel weer wat nieuws te maken. Ook binnenkort komt ook de Legend Vlog Part 2 komt ook online. Dus er is nog veel leuks in het verschiet. Voor nu zeg ik
Tot later. En dan hou ik nu op met Proot. Mooi.